Yo mensen, dit is Onze Gaming en in deze video ga ik jullie het een en ander weer vertellen over Formule 1 2017. Er is weer wat nieuwe informatie, dus daar gaan we zo meteen naar luisteren en naar kijken. Vergeet natuurlijk ook niet te liken als je veel zin hebt in Formule 1 2017. De game komt over net iets meer dan een maand uit op 25 augustus. Dus nogmaals, ram op de like knop en vergeet niet te abonneren. Ik zou zeggen, laten we gewoon kijken naar, naar wat beelden van Formule 1 2017. Nou, de beelden die je hier ziet zijn natuurlijk met een gewone camera opgenomen op een beeldscherm. Dus ze zien er natuurlijk niet ontzettend mega scherp uit. Maar het zijn wel beelden van de nieuwe Xbox One X. En ook al is het zeg maar natuurlijk niet echt gameplay wat je zo... het is wel gameplay, maar je ziet het natuurlijk niet direct zeg maar. Het is opgenomen van een spel op een tv-scherm. Nou ja, weet je wat? Maar uiteindelijk is het wel zo dat je wel kan zien dat het er echt ontzettend super scherp en helder uitziet. De nieuwe Xbox One X komt natuurlijk begin november uit. En deze game gaat daar 4K volledig op draaien. En natuurlijk 60 frames per seconde. En dat is natuurlijk wel heel erg lekker. Het gaat in ieder geval heel ziek uitzien. En ook al, zoals ik net al zei, kun je het zo niet echt 1, 2, 3 zien dat het er echt heel mooi uitziet. Hier in de replay ziet het wel een beetje. Geloof me, dit gaat echt, als je een 4K tv hebt, echt super, super vet worden natuurlijk. Het gaat echt zo ontzettend scherp worden. En het gaat zo realistisch eruit zien. Het is gewoon echt, het gaat gewoon echt niet normaal worden. En ik ga natuurlijk zelf in november die nieuwe Xbox One X halen. En ik ben echt ontzettend benieuwd wat voor ding dat uiteindelijk is, wat hij allemaal kan. Ik ben ook benieuwd of jullie een nieuwe Xbox One X gaan halen. Of dat jullie zeggen van, nou, die hoef ik niet. Ik hou het wel lekker bij mijn gewone Xbox. Of bij mijn PlayStation. Of bij de PC. Of whatever. We zien ondertussen hier natuurlijk beelden van een Red Bull van Sebastian Vettel. En daar wordt gereden op het circuit van Monza. En je ziet wel echt veel meer detail op het circuit. Maar goed, we zullen echt binnenkort nog wel echte gameplay trailers gaan krijgen van Formule 1 2017 in 4K en weet ik het allemaal nog meer. Dus dat gaat voorlopig, dat gaat de komende tijd helemaal goed komen. Nogmaals, de game komt natuurlijk uit op 25 augustus. En dat is nog net iets meer dan een maand. Ze hebben ook een nieuwe trailer uitgebracht. En dan zie je ondertussen Max Verstappen rijden in zijn huidige auto, de Red Bull 13. En hij rijdt op Silverstone. Daar gaan we ondertussen naar kijken. Maar ik ga jullie meteen al vertellen over de carrière-modus. Want die hebben ze namelijk ontzettend aangepast. Nou, ongeveer 80% van alle mensen die Formule 2016 speelt de career modus. Dat is eigenlijk veruit de populairste mode. Ik zelf speel natuurlijk ook eigenlijk alleen maar de career. En natuurlijk ook wel eens online, maar het gaat voornamelijk om de career mode. En die hebben ze helemaal aangepast dit seizoen. Het gaat namelijk veel echter, veel realistischer en veel dieper worden dan Formule 1 2016. Een van de grotere veranderingen is namelijk het upgraden van je auto. Het is zoals ze het zelf noemen bij Codemasters een soort van RPG geworden. Waarbij je dus verschillende skills en bonussen en werk het allemaal aan en uit kan zetten. Waardoor je auto dus beter wordt. En hoe beter je presteert, hoe meer punten je krijgt. En hoe, noem maar op, hoe sneller je dus je auto beter kan maken. En dat is natuurlijk wel op zich wel heel erg tof als dat meer diepgang in zit. Je kan nu zelf bepalen of je meer punten uitgeeft aan het verbeteren van je auto of aan het verbeteren van je pitcrew of whatever. Het is echt, je team ben je nu echt aan het managen. Niet meer alleen maar, je bent niet alleen maar zelf coureur aan het zijn, maar je bent ook gewoon echt bezig met je team, met de auto die echt gewoon beter te maken. Dat is natuurlijk echt ontzettend tof. Wat ook echt een hele toffe toevoeging is, is dat je nu ook rekening moet gaan houden dat je straf kan krijgen als jouw motor bijvoorbeeld na 5 races of na een paar keer wisselen, kapot is gegaan. Want dan krijg je in het echt, krijg je natuurlijk ook straffen. Kijk maar bijvoorbeeld naar Fernando Alonso afgelopen weekend in Silverstone en ook Daniel Ricciardo. Die hadden allebei hun bak gewisseld en daardoor kregen ze 5 plekken straf. En dat zit nu dus ook in de carrière modus van Formule 1 2017. Dat is op zich best wel tof, want ja, als je dan bijvoorbeeld op het punt zit van, ja, kan deze motor nog 1 race mee, ja of nee, ga ik het risico lopen dat die misschien tijdens deze kapot gaat, of
neem ik gewoon die straf, 5 plekken straf en heb ik alweer een nieuwe motor voor de komende races. Dat is natuurlijk ontzettend tof, dat is ontzettend ja, diepgaand, maar dat maakt het wel ontzettend realistisch allemaal. En dat vind ik in ieder geval gewoon heel erg tof. Ondertussen zagen we net natuurlijk nog wat beelden van Verstappen en daarna de Fernando Alonso Renault. En we zien nu wat verschillende Ferraris. Dat zijn natuurlijk de classic auto's die in deze game komen te zitten. En ja, dat zijn eigenlijk een stuk of 12 verschillende auto's, geloof ik. Uiteindelijk die waarmee je dus kan gaan racen, zowel online als in time trials, als in weet ik wat nog allemaal meer. We zullen de komende weken, ja, het zal wel moeten, de komende weken natuurlijk al veel meer informatie naar buiten komen. Codemasters gaat ook een video naar buiten brengen waar ze hun carrière modus laten zien. En als die eenmaal online komt, ja, dan weten we natuurlijk echt waar we aan toe zijn. Ik ben in ieder geval echt ontzettend benieuwd. Na Formule 2017 kan ik niet wachten om het te spelen en om er echt een miljoen video's van te maken. In ieder geval, laat me weten wat jullie van Formule 2017 vinden en of je hem gaat halen. En ja, nogmaals, Rob op de like-knop zou ik zeggen. En tot de volgende video. Adios en houdoe.